Adem, handen en buik. Ga rechtop in je stoel zitten op een ontspannen manier. Je billen goed achterin de stoel en je voeten stevig op de grond. Leun lekker tegen de rugleuning. Je zit met een zekere waardigheid, alsof je koning of koningin bent. Niet geforceerd rechtop, maar ontspannen. Neem de tijd om prettig te gaan zitten. Of doe deze oefening liggend. Zorg dan dat je lekker ligt, het liefst op je rug of op je zij. Laat je ogen rusten op een neutraal punt of laat ze dichtgaan. Neem even de tijd om te voelen hoe je zit of ligt. En om eventueel nog wat te veranderen. Ga dan met je aandacht naar je adem. Hoe is je adem op dit moment? Neem waar, hoe snel of hoe langzaam je adem gaat, waar je je adem voelt bewegen in je lichaam, misschien in je keel, in je borst, je buik of nog ergens anders. Je adem hoeft niet te veranderen, hij hoeft niet rustig te zijn, hij is goed zoals hij op dit moment is. Laat dan de aandacht voor je adem weer los. Leg nu één of twee handen laag op je buik. Zorg dat je armen ook lekker liggen. Misschien komen je handen dan niet op het midden van je buik, maar meer op je flanken. Dat geeft niet, zolang je handen maar laag liggen, ergens in het gebied lager dan je navel. Ga met je aandacht naar je handen. Wat voel je eigenlijk met je handen? Wat voel je onder je handen? Voel je misschien de stof van je kleding? Misschien voel je stevigheid, zachtheid, warmte of kou? Misschien voel je beweging of heel andere dingen? Wat voelen je handen allemaal? Je hoeft niet iets speciaals te voelen. Het gaat erom te voelen hoe het op dit moment is. Het kan ook zijn dat je niets waarneemt. Dan is dat wat je nu waarneemt geen probleem. Neem even tijd om met je handen te voelen wat er onder je handen is. En wat voelt je buik? Voelt je buik dat er handen liggen? Voelt je buik misschien ook iets van je kleding of het gewicht van je handen? Warmte of kou, misschien de contouren van je handen of nog andere dingen. Laat je handen zo een tijdje op je buik liggen en blijf erbij met je aandacht. Telkens als je merkt dat je aandacht afdwijlt, dan leid je je aandacht weer terug naar het waarnemen van je handen op je buik. Elke keer opnieuw. Als je aandacht afdwaalt, terug naar je handen op je buik. Wat voelen je handen? Wat voelt je buik? Leg dan de handen neer waar je dat prettig vindt. En rond je oefening rustig af door een paar keer wat dieper te ademen. En weer rustig wat te gaan bewegen. Dit is het einde van Oefening 1.